Hele goedemorgen allemaal, dames en heren, en welkom bij dit webinar over de zakelijke kansen in de Sub-Sahara, of Afrika zoals we het genoemd hebben. We gaan specifiek in op Kenia en Zuid-Afrika en we heten u een hartelijk welkom. Dit doe ik namens OostNL, Go for Export, en mijn naam is Hans Smit en ik werk voor Kennispoort Regio Zwolle. En ik ben daar International Business Consultant. En dan zal u denken, oké, we gaan vandaag toch over agri-tech hebben. Dat klopt inderdaad. Nou, ik heb een hele mooie getuigschrift van mijn overgrootopa uit 1927. Altijd op mijn kantoor hangen, zoals jullie achter mij kunnen zien. Ik zeg altijd, gezonde boerenverstand gebruiken is heel belangrijk als je internationaal zaken doet. En vandaar ook dat ik er elke dag nog met veel plezier naar kijk. We hebben vandaag voor jullie drie hele goede sprekers. Met eentje, zullen jullie altijd zien, proberen we nu nog technisch bereik te krijgen. Maar dat gaat vast lukken, helemaal naar Zuid-Afrika. Als eerste hebben wij Byron Morges, ook vanuit Zuid-Afrika. Die heeft twee hele mooie rapporten gemaakt. Marktscans over Kenia en Zuid-Afrika. Welke kansen daar liggen. En die stellen wij trouwens ook beschikbaar na dit webinar. Krijgen jullie deze ook toegestuurd. En ik zal zo het woord geven aan Byron. Byron, are you there? Yes, I am. Directly from South Africa. You are the CEO from Always Innovative Solutions. And you're going to tell us a little bit more about the Dutch opportunities in South Africa and Kenya, I understood. That's correct. The floor is yours. Thank you for the introduction. Good morning, ladies and gentlemen. Earlier this year, OostNL asked us to conduct a market scan in Kenya and South Africa to identify opportunities for Dutch-based companies. We started this project during the first phase of COVID-19, when countries such as South Africa went into a hard lockdown. Needless to say, we had to resort to Zoom and other online tools to conduct interviews, which isn't always the best way to interview people in the agri sector. Before we go into more detail about the market scan, I would like to introduce you to the second largest continent in the world, which is Africa, a continent of 54 countries, a continent that will see consumer spending increase to $6.66 trillion by 2030. By 2035, Africa will be home to 1.8 billion people. African consumer spending will reach $2.5 trillion by 2025. Africa needs a 70% increase in food production by 2050 to meet projected population growth. If you look at the challenges that Kenya and South Africa face, they are actually opportunities in disguise for Dutch companies. The COVID-19 pandemic has highlighted the need for both South Africa and Kenya to relook at food security measures. Interestingly enough, the only sector in South Africa that showed growth during the pandemic was the agri sector. On top of COVID, Kenya has had to deal with locust infestation. Both South Africa and Kenya has to deal with energy constraints, climate change, which means that opportunities do exist for innovative solutions. African economic growth is set to drop to negative 5%, constraining available domestic funding. Logistics and distribution have always been areas of opportunities. Small to medium scale farmers are still utilizing traditional farming methods. Lack of financing and skills is a barrier to purchasing new equipment. All that said, opportunities exist to work with African entrepreneurs, local businesses in the entire agri value chain. Excuse me. The Chinese have started turning some of these challenges into opportunities. If you look at the Winabo Rice Farm project in Mozambique, it is a comprehensive business that incorporates plantation, storage, processing, and sales.
It aims to develop 20,000 hectares of farmland and will lead farmers in surrounding areas to grow crops over another 80,000 hectares. These partnership models are proving to be very effective and highly profitable. Before we discuss market opportunities, I would like to touch on three important values that the Dutch are admired for in both South Africa and Kenya. It's your vast knowledge in the agri sector, your DNA in innovation, and your practices around sustainable solutions. These are the three most significant values Dutch companies can offer to companies in Africa, because Africa in general falls short in all three of these values. So where do the actual agri opportunities lie? In my opinion, they don't necessarily lie with big businesses. Big businesses in South Africa, as an example, have access to technology, equipment, export markets, etc. Opportunities lie with small and medium-sized farmers, co-ops, and working with traditional leaders. Small and medium-sized farmers have the know-how, access to land, but don't have access to innovation, funding, etc. One of the reasons they don't have access to financing is due to the fact that the land that they farm on does not belong to them, making it very difficult to get access to traditional financing, as some form of collateral is required. Interest rates in Africa are generally very high. In order for Dutch entrepreneurs to be successful in Africa, new models of engagement should focus on collaboration, partnership, training, and skills transfer. Africa has fertile land and a hungry population. The opportunities to co-create together are endless. Opportunities for Dutch-based companies in South Africa, based on the market scan we conducted, lie in services such as research, aquaponic equipment, biosecurity solutions, to mention a few. The slide illustrates some of the services companies in South Africa are looking for. Opportunities for Dutch-based companies in Kenya lie in packaging material for export compliance, soil testing, equipment. A lot of machinery and equipment is purchased from China and Japan currently. Servicing the equipment is very problematic and opens up a door of opportunity for Dutch-based companies. There are numerous other opportunities in Kenya, and I believe we're going to be making this market scan research document available to you all, so you'll get a better understanding of the opportunities that are currently available. Other opportunities for Dutch companies lie in government-led special economic zones. They have been designed to attract investment. Dutch companies like Priva, Heineken, etc. have chosen to situate their operations in one of these zones. What this presence has given them is access to new and growing small to medium businesses, and the opportunity to source material close to production or to offer services to their neighbors. Special economic zones integrates logistics and manufacturing infrastructure, cargo operations, warehousing, and access to international air and sea trade routes. Special economic zones provides international companies with access to local municipal authorities who are responsible for the success of these special zones and the companies that operate within them. Agricultural supply chains in Africa need to be reformed and optimized. Why, you might ask? In the very near future, the African Free Trade Zone is going to become a reality. The African Free Trade Zone is the largest free trade area by participants apart from the World Trade Organization.
The free trade zone is going to see the opening of continental borders in Africa. Currently, intra-Africa trade sits at 15%. Intra-European trade sits at plus minus 65%. The United Nations Economic Commission for Africa estimates that the agreement will boost intra-Africa trade by 52% by 2022. In order for Kenya and South Africa to take advantage of the free trade agreement, they will need to reinvent the agricultural value chains that they currently have in place. This opens up huge opportunities for Dutch-based companies across all agri-related sectors. By partnering with Kenyan and South African companies, Dutch companies have the opportunity to benefit from the new African Free Trade Agreement. One of the largest shifts we'll see in the coming years is the rise of the African continent. In the coming years, the African economy is expected to grow significantly, partly due to the expected growth in population, which will lead to a larger labor force and a growing wealthy middle class. The time to invest in Kenya and South Africa is now. I thank you. Byron, thank you very much for your presentation. You're welcome. Okay. Misschien even goed om tussendoor even te zeggen, zijn er vragen die u wilt stellen? Is dat mogelijk in de chat en vragenfunctie die in Teams zitten? Onderin het balkje, daar zit een heel mooi knopje waar u dat kan vinden en dat u ook een vraag kan stellen. Aan het einde van alle presentaties en dit webinar hebben we ruim de tijd om ook vragen direct te stellen. Dus maak daar gebruik van, zou ik zeggen. Christy van der Beek doet al heel wat jaren zaken in Kenia. En die gaat ons zo meenemen in haar verhaal, het verhaal van AgroCares. Christy, kan jij mij verstaan? We gaan het nu weer in het Nederlands doen, dus het is altijd leuk schakelen tussen Engels en Nederlands. En volgens mij zit je ook gewoon in Nederland, toch? Ja, ik zit gewoon thuis te werken. Dus ja hoor, ik versta jou. Versta jij mij ook? Helemaal goed. Je kan je gang gaan, Christy, je presentatie. We zijn benieuwd. Dan ga ik nu mijn scherm delen. En dan staat hij er niet bij. Hoe kan dat? Eén momentje. Hij staat hier gewoon. Hij staat klaar. Waarom komt hij niet bij scherm delen? Dan probeer ik het zo via... Oh, zien jullie nu mijn scherm? Nee, nu zien jullie waarschijnlijk iets heel anders. Wij zien jouw scherm, Christy. Dit, ja, maar waarschijnlijk niet. Zien jullie nu mijn presentatie? Ja. Ja? In het presentatiescherm. Dus als je hem nog zou kunnen laten... Ja, en nu... kom maar. Zien jullie nu mijn presentatie? Oh. Ja hoor, Christy, je kan je gang. Oké. Techniek. Ja, de techniek staat voor niks, maar ik zie alleen niet mijzelf, wat niet op zich niet heel erg is. Behalve dan dat ik graag eventjes deze scanner wilde laten zien. Want mijn naam is Christy van Beek. Ik ben Chief Agronomist bij AgroCares. En ik zal zo meteen meer vertellen over AgroCares. Wij zijn actief onder andere in Kenia. We zijn begonnen in Kenia, dus ontzettend leuk om daar meer over te vertellen. En dit apparaat speelt daar een sleutelrol in, dus die komt nog een paar keer terug. En waar ik het over wil hebben is hoe wij een innovatie hebben geïntroduceerd in Kenia. En even, nou, waar hebben we het over? Nou, ik liet hem net al even zien. We hebben het over een bodemscanner. En Byron noemde het net al in zijn presentatie. Er is behoefte aan bodemanalyses. Ongeveer 5% van de boeren in Kenia heeft toegang tot laboratoria. Dus 95% heeft geen toegang. En dat komt omdat bodemlaboratoria duur zijn, ver weg zijn, moeilijk te bereiken. Het duurt lang. Dus maar 5% van de boeren in Kenia test de bodem.
95% van de boeren dient kunstmest toe of organische mest, of geeft bemesting. Dat betekent dat er een gigantisch gat zit tussen het testen van de bodem en het toedienen van nutriënten. En nutriënten is zeg maar het voedsel, hè, van de bodem, van de plant. Dus dat is alsof je naar een apotheek gaat en daar met een blinddoek om van alles in je karretje stopt en dan maar hoopt dat het goed gaat komen als je ziek bent. En zo werkt het ook een beetje met bodem. Want hoewel net in de vorige presentatie werd gezegd dat Afrika vruchtbare gronden heeft, is dat op bepaalde plekken wel waar. Maar op de meeste plekken eerlijk gezegd niet. Omdat daar al jaren en jaren landbouw wordt bedreven. Daarmee worden nutriënten onttrokken uit de bodem. En als die dan niet worden aangevoerd, dan is het zoals met een banksaldo. Als je maar genoeg hebt, kan je best eventjes interen. Maar op een gegeven moment ga je toch echt in het rood. En dan heb je een probleem. En dat is in heel veel landen in Afrika aan de gang. En zo ook in Kenia. Ik wil niet te diep ingaan op de bodemvruchtbaarheidssituatie in Kenia. Behalve dan zeggen dat die alarmerend is. En boeren weten dat ook. Dus daarom dienen ze die bemesting toe. Maar ja, als je niet weet wat je nodig hebt, hoe weet je dan wat je toe moet dienen? En daardoor vindt er heel veel mismatch plaats tussen wat boeren geven en wat boeren nodig hebben. Nou, dat is een verlies aan grondstoffen. Het jaagt boeren op kosten die niet nodig zijn. Dus daar, in die niche, zeg maar, begeven wij ons. En wij hebben dus een apparaat ontwikkeld wat ter plekke in het veld, zoals je op de foto ziet, gebruikt kan worden om de bodem en vruchtbaarheid te analyseren en een bemestingsadvies te genereren. Nou, in deze presentatie ga ik een beetje vertellen, niet zozeer de technische kant van het verhaal, kan ik ook vertellen, maar dat is denk ik niet helemaal de scope van deze bijeenkomst. Ik richt me meer op, hoe hebben we dat nou naar Kenia gebracht? Even AgroCares, wie zijn wij? Wij stemmen af, en dat zal sommige mensen vast wel wat zeggen, van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewassenonderzoek. Dat is het BLGG uit Oosterbeek. Dat was het grootste natchemisch, hè, dus het natchemisch is een traditioneel bodemlab. Van Nederland. Eigenlijk alle boeren brachten daar hun monsters naartoe. Dat is in 2013 overgenomen door Eurofins. Dat is er ook nog steeds, zijn onze buren. En het research team is toen doorgegaan als AgroCares om dus een andere technologie te ontwikkelen op basis van sensortechnologie om dat probleem te adresseren wat ik net noemde met natchemische analyse methode. Dit is geen vervanging van natchemische analyses, maar is wel een methode om heel snel ter plekke een diagnose te maken. Nou, dus we zijn in 2013 begonnen. Nou, toen is er natuurlijk heel veel research en development geweest, want het is niet iets wat je zomaar even ontwikkelt. En onze testmarkt was vanaf 2014 was dat Kenia. Nou, ik zag net een heel mooi plaatje uit de National Geographic. Daarin werden we ook genoemd. Daar waren we natuurlijk erg trots op. En we zijn sinds 2019 actief in 25 landen. En sinds het begin van dit jaar zijn wij onderdeel van de HLB-groep. Nou, dus ga ik nog heel even terug. Dus zeg maar vanaf 2017 hebben wij de eerste volledig werkende scanner geïntroduceerd in Kenia. Daarvoor hadden we ook al een lab in een box. Daar ga ik niet te veel op in. Die heeft andere sensoren, maar die zie je zo meteen wel in het verloop van dit presentatie. Ik wil het graag even hebben over het introduceren van de innovatie. Het werd net ook al genoemd, innovatie. Iedereen heeft het over innovatie. Je kan de overheid, de Wereldbank, de FAO, het gaat allemaal over innovatie. Dat betekent niet altijd dat iedereen staat te wachten op een nieuwe innovatie. En ik zeg dus ook wel eens van ja, iedereen houdt van innovatie, behalve degene die het moeten gebruiken en die voor moeten betalen. Want wat gebeurt er dan? Ja, er zitten risico's aan. Wij hadden een apparaat ontwikkeld wat niemand kende, wat zich nog niet had bewezen. Ja, nou ja, ben jij de eerste die hem gaat kopen? Nou, dan kwamen we nog tegen het not invented here syndroom aan. Dat betekent dat, ja, hartstikke leuk, maar stel je eens voor dat er in Nederland een apparaat uit, nou, noem maar een of ander land, laten we het andersom doen, uit Kenia hierheen komt. Dan zouden waarschijnlijk veel partijen vragen van ja, nou, ziet er leuk uit, maar wat vindt TNO ervan? Of wat vindt, nou, noem het maar op. Het is niet hier uitgevonden. Nou,
soms krijg je dan ook nog eens too good to be true, hè, dat kan helemaal niet. Of, en dat gebeurt natuurlijk ook, vested interest. Als jij een laboratoriummedewerker bent en dan komt iemand die zegt van ja, maar en daar heb je 5 jaar voor gestudeerd. En dan komt er iemand die zegt, ja, maar met 2 drukken op de knop kan ik ook de bodem analyseren. Dan is dat niet per se altijd een verhaal wat in goede aarde valt. Dus ondanks dat innovatie all over the place, hoe zeg ik dat nou in het mooie Nederlands, zeer wordt gestimuleerd, betekent niet dat er altijd een ontvangende omgeving is voor die innovatie. Dat heeft tijd nodig. Nou. Dat wisten wij natuurlijk nog niet in 2013, dus wij zijn gewoon aan de slag gegaan. En waarom zijn we in Nairobi aan de slag, of in Kenia aan de slag gegaan? Nou, dat had ermee te maken met de propositie. We hebben een tool ontwikkeld waarbij wij denken dat we echt veel impact kunnen maken bij smallholder farming. Het heeft ook mee te maken, daar ga ik nu niet te veel in, maar die sensor moet gekalibreerd worden. En we konden met behulp van de projectfinanciering konden we Kenia kalibreren. Dus dat heeft ook een wat meer pragmatische reden waarom we in Kenia zijn begonnen. Nou, dus we hebben daar een nieuw kantoor op gezet. We hebben veldmensen aangenomen. We hebben mediacampagnes. We hebben een heel supportcenter. Dus wat is het? Telefoonhokjes. En daar zaten dames klaar om de telefoon op te nemen. We hadden ongeveer 15 mensen. En ons idee was, wij hebben die technologie ontwikkeld en we gaan direct naar de boeren. En dat zag er ongeveer zo uit. Van een grote truck. En daar zit dus ook dat lab in de box in. Dus vandaar dat ik dat even noem. Zelfde soort technologie. De scanner is daar een kleiner broertje van, om het zo maar te zeggen. En ons idee was, wij gaan bodemtesten in de hands of farmers brengen. Nou, grote shows opgezet. Maar ja, je voelt er misschien al wel een klein beetje aan. Dat is nogal een operatie. Je hebt te maken met de logistiek. Je kan niet zomaar met een truck het dorp inrijden en zeggen, hallo, hier ben ik. Dat moet je voorbereiden, dus dat moet aangekondigd worden. Je moet bij de county chief langs gaan om toestemming te krijgen. Je moet boeren informeren dat het komt, nou ja, enzovoort. Dan heeft het ook nog maar te maken, stel jij bent boer en er komt iemand met een apparaat wat je nog nooit hebt gezien. Een persoon die je niet kent en die zegt, ik kom jouw bodem testen. Nou ja, niet om het een of het ander. Je krijgt nogal eens te horen van ja, wie ben jij? Dus trust. En dat is trouwens niet alleen in Kenia zo. Dat is natuurlijk wereldwijd zo. Dat is ook in Nederland zo. En ik heb zo even genoemd de instituties. Even weer het voorbeeld. Stel dat Kenia iets introduceert op de Nederlandse markt, zouden wij waarschijnlijk vragen, wat vindt TNO ervan? Nou, dat doen Keniaanse boeren ook. Die vragen ook, wat vindt het CALRO ervan? Nou, dus toen merkten we al vrij snel van, dit is misschien toch niet helemaal de beste manier. Dus toen hebben we ons distributiemodel aangepast. We hebben gezegd, nou weet je wat, wij hebben geen direct netwerk van boeren. Wij gaan werken met organisaties die vertrouwensband hebben met een groot aantal boeren. Dus dan moet je denken aan agrodealers, coöperatieven, input providers, dat zijn kunstmestfabrikanten, NGO's, lokale overheid, crop buyers en onafhankelijke service adviseurs. Dus toen hadden we een model van agrocares naar customers naar de farmers. Nou, dat ging een stuk beter. En dit is het adoptieproces. Dus als je een innovatie op de markt brengt, is dit zeg maar het klassieke adoptieproces. Dat is al voor het eerst opgeschreven door Rogers. En dat uit mijn hoofd heb in 1972. En die zegt van ja, je gaat door een adoptiecurve heen. Als dit de hele populatie is, dan krijg je eerst de innovators. En die zijn ongeveer 1,5% van jouw markt. En in ons geval waren dit de agrodealers. Hè, dus dat zijn die kleine agro-shops die je overal in het platteland van Kenia vindt. En die onafhankelijke adviseurs. Het zijn ook een beetje, op de wandelgangen noemen wij ze wel de cowboys. Ik heb het hier maar even gezegd als avonturiers. Dat zijn de gadget lovers. Dat zijn degenen die als eerste ook een nieuwe iPhone kopen. Tenminste, nou ja, als ze daar de middelen toe hebben. Maar dat zijn degenen die dat gaaf vinden. Het zijn ook degenen die je als eerste weer verlaten als er weer een ander nieuws leuks op de markt komt. Als je dan die eerste fase hebt gehad en je krijgt wat ervaring, en je kan dus ook aan andere organisaties vertellen dat het gebruikt wordt. Want de eerste vraag die vaak wordt gesteld is, gebruiken andere organisaties het al? Nou, het is heel fijn als je dan kan zeggen van ja, we hebben al zoveel ervaring en die gebruiken ze. Dus toen kregen we de NGO's, de coöperaties en lokale overheden. En wij noemen die de dienstverleners. Hè? Dus
Wat daar belangrijk is, het is niet hun eigen geld wat ze erin stoppen. Dus het risico, het persoonlijk risico, is veel kleiner. En ze werken met smallholder farmers die ze graag willen bedienen. Het gaat daar vaak om verbeteren van welzijn en welvaart van boeren. Nou, heb je die binnen, dan kom je in de early majority. En dan krijg je dus de kunstmestfabrikanten. En dit is natuurlijk, ik heb nu natuurlijk heel erg geschematiseerd. Het is niet zo dat het allemaal precies in die vakje zit, maar als je een beetje hoog over ernaar kijkt, dan krijg je dan de kunstmestleveranciers, de cropbuyers en dataorganisaties. Want onze technologie is volledig digitaal, dus we kunnen overal die data inpluggen. En daar gebeurt momenteel heel veel in heel Afrika, dus ook in Kenia. He, waar er wordt ook wel gezegd, waar Azië de groene revolutie heeft, heeft Afrika de digitale revolutie. Dus er zijn heel veel information seekers die de gegevens die met de scanner verzameld worden, gebruiken om als een datalaag in een bepaalde toepassing te gebruiken. Nou, dat zijn dus de information seekers. En dan komen de multinationals en die zoeken echt naar competitive advantage. Nou, wij denken dat we nu ongeveer in die early majority zitten. Maar daar speelt iets anders. En dit wordt ook wel de GASM genoemd. Maar je zegt maar in die eerste twee categorieën, mensen hebben die gewoon graag nieuwe dingen willen, zie je in die mainstream market, die willen een complete oplossing. Die willen niet iets uitproberen met een scannertje, die willen gewoon ontzorgd worden. En die willen dus ook allemaal een eigen applicatie. Want die scanner, die verbindt dus met een app op je smartphone en daar zie je het resultaat. We werken nu dus meer met die grote organisaties en die willen allemaal hun eigen applicatie. Dus die willen een eigen logo, nou dat is nog niet zo moeilijk, maar vervolgens ook hun eigen crop program, een hele eigen systeem. Tuurlijk doen we dat. Dus wij hebben nu over meer dan 35 verschillende applicaties. En die geven allemaal een bemestingsadvies, of in ieder geval doen iets met bodemdata. Maar die zien er net allemaal even wat anders uit. En daar zit een API bij, dat is om databases te laten communiceren, waardoor die data gelijk wordt geüpload in het datasysteem van de klant. En daarmee worden wij dus steeds meer een data- en IT-organisatie. Hey, hier zijn wat voorbeelden. Dit zijn dus het soort rapportages die je met de scanner kan produceren. En je ziet hier allemaal verschillende smaken, zeg maar, die dus voor speciale klanten zijn ontwikkeld. Nu zijn we in 2020. En gaan we een volgende fase in. Waar we eerst dus het model hadden van agrocares naar de customers, naar de farmers. Merken we dat nu, ja, we hebben een kantoor in Wageningen. En we hebben nog twee collega's in Kenia. Daarmee kan je niet 25 landen bedienen. En we groeien. Dus nu werken we met landing partners. Dat zijn vaak bestaande klanten die voor ons first of voor ons die met ons een partnership agreement aangaan en eerste lijn support, maar dus ook de distributie op zich nemen. Dus dan krijg je dit onderstaande model. Voor Kenia is dat Fadhili Afrika. Nou, waar zijn we nu? Nou, we hebben in Kenia meer dan 30 klanten die met elkaar 25.000 hier mist een nulletje, ik wou net zeggen, ze zitten over de 250.000 bodemtesten hebben gedaan. En ons idee is dat, en we zijn er niet zo heel ver vanaf, is dat het een soort Uber-service wordt. Hè? Dat een boer op een app kan zeggen, ik wil een bodemtest. En dat dan de dichtstbijzijnde service provider met zijn scannertje komt en die bodemtest aanvoert. Nou, dan heb je natuurlijk een minimale dichtheid nodig van service providers. Daar zijn we nu nog niet, maar daar willen we wel naartoe. En we merken dat je een soort vliegwiel-effect krijgt zodra je na die eerste acceptatiefase bent gegaan. En dan heb ik hier nog. Dit is het beeldscherm wat bij ons op kantoor gaat. Dus nou, hierin zie je, het is een volledige digitale service. Dus wij kunnen van over de hele wereld kunnen we zien wie er leuk met zijn scanner aan de gang is en wat voor testen daar worden gedaan. Dit geldt natuurlijk, dit kunnen onze klanten voor hun scanners kunnen dat ook zien. Dus je krijgt een hele systeem
tot je beschikking, waarbij je scanners kan managen, waarbij er een portal is. Dat heb ik nu allemaal niet in deze presentatie gestopt. Waarbij steeds meer services bij elkaar komen. We hebben nu bodemanalyses. Binnenkort gaan we ook veevoeranalyses aanbieden. Nou, en zo kan je nog wel even verder gaan. Daarna komen leaves. Nou, misschien komt er ook nog een keertje compost en manure. Dus het idee is om uiteindelijk één scanner met verschillende applicaties te hebben. Nu moet ik even kijken, hoe kom ik bij mijn volgende slide? Ja. Maar nu begon ik met die instituties. Dat je die toch wel mee moet nemen. En dat die het zo vaak hebben over innovaties. Maar eigenlijk, als je naar de hele innovatietheorie kijkt, dan zijn zij als laatste. Ik denk dat we in het begin, hè, dat we toen we met die Land Rover het veld in gingen, hadden we meer aandacht moeten besteden aan het betrekken van de instituties. Dat doen we nu wel, al sinds een tijdje hoor. Maar dat heeft wel lang nodig. En dat is niet zozeer om ze als klant binnen te halen, maar wel om ze te betrekken. Zodat je kan zeggen, ja, we werken samen met het IFTC. Ja, we werken samen met het CALRO, met het CGR-instituut, met de Universiteit van Nairobi. Nou ja, enzovoort. Er zijn een heel aantal van die instituten die op een of andere manier een rol spelen en dus helpen bij de acceptatie van een innovatie. Om een beetje een beeld te geven, we zijn nu actief binnen een Wereldbankproject. Dat heeft ons 2 jaar gekost. Dus het is zeer zeker geen korte termijn exercitie. Nou, wat is ons plan? Nou, zoals ik al zei, we gaan dus nu met lending partners werken. Waarbij vanuit het hoofdkantoor in Wageningen dus vooral met lending partners wordt gewerkt. We zijn bezig met carbon credit programma's. Want naast bemestingsadviezen zien we daar ook heel veel kansen. En nou ja, dat gaat even over dat kalibreren. We hebben nu dus 25 landen gekalibreerd. Dat koolstofmonitoring, dat kunnen we ook in ongekalibreerde landen. Dus dat geeft ons weer toegang tot hele nieuwe markten. Nou, ik noemde het al even. We krijgen nieuwe applicaties om ook veevoer te analyseren. En later ook gewasanalyses. En we gaan steeds meer customized applications ontwikkelen. Met echt ja, high-end portal functionalities. En dan moet je dus denken aan overlays met NDVI, met gewasrotatieschema's erin, zodat al die informatie bij elkaar komt. Dit is wat ik voor nu had voorbereid. Mochten er nog vragen zijn, dan staat hier mijn e-mailadres. En dan stop ik nu met het delen van mijn scherm. Even kijken. Kirsty, ben ik nu weer terug. Ja. Hartstikke bedankt voor jouw presentatie. Voordat wij, we zijn op de achtergrond, zijn we druk bezig om contact te krijgen met de Nederlandse ambassade, met Bernhard Likalimba. Maar we gaan eerst even, wil ik jullie wat vragen stellen. Er is ook een vraag binnengekomen van Janno en het viel me eigenlijk ook al op. Je vertelde, Kirsty, dat jullie in 25 landen momenteel actief zijn. Nou, best wel het jaartje is al in Kenia. Maar ik zag net het schematisch of het mooie filmpje van je. En buiten Kenia zijn jullie volgens mij nog niet actief verder in Afrika. Is daar een reden voor? Nee, behalve dat de reden dat ik het filmpje eerder heb opgenomen. En dat eerder is inmiddels al meer dan een jaar geleden. Okay. Dus ik zal het filmpje een update geven. Ik zou nu ook live naar onze portal kunnen gaan. En dan zul je zien dat we even uit mijn hoofd in 10 landen in Afrika actief zijn. Ja. Ik moet wel zeggen, Kenia het meest. Puur omdat we daar zijn begonnen. Maar landen die momenteel erg opkomen zijn Rwanda, Oeganda, Ghana, Ivoorkust, in mindere mate Tanzania. Oké. Even kijken, ik heb nog een vraag voor je. Kun je iets vertellen over, nou je vertelde al een beetje van, hè, innovatie is moeilijk, er moet voor betaald worden. Is er geld om zo'n innovatie dan ook wel aan te schaffen? Want dat is natuurlijk wel, oké, ze willen niet betalen voor innovatie of innovatie is moeilijk. Waar komt die funding dan vandaan? Is het echt dat het de rijkere grondeigenaren boeren moeten zijn? Of
Je bedoelt om de innovatie te ontwikkelen? Ja. Of ja. Nee, ik zeg meer om het daar aan te schaffen ook. Om het daar aan te... Ja. Nou ja, dat wisselt. Als je het hebt met de NGO's of coöperaties, dan zit er vaak donorgeld achter. Ja. Maar er zijn ook, kijk, we werken ook met kunstmestproducenten, ja, die kopen het gewoon zelf. En die gebruiken het, wat dat betreft is het, hoe zeg je dat, de propositie ook heel anders voor verschillende klanten. Kijk, die kunstmestproducenten, die gebruiken het vaak als een marketing tool. En dan moet je denken... Je valt even weg, Christy. Nu? Ja, nu zijn we hier. Tot waar heb je me gehoord? Tot de kunstmestproducent. Waarbij het vaak als een marketing tool wordt gebruikt. En dan moet je dus denken aan vouchersystemen. Dat als een boer een zak kunstmest krijgt, dan krijgt hij een voucher om volgende jaar gratis een bodemtest te doen. Maar ja, dan komt hij dus wel weer in die winkel om die kunstmest te kopen. Dus er zijn hele verschillende modellen. Soms puur commercieel, soms veel meer impact gedreven vanuit de development agenda. Soms met inderdaad donorgeld en soms gewoon puur de investering. Oké. Dan wil ik nu Byron ook nog even een vraag stellen. Byron, can you hear me? Yes, I can, thank you. Yes, oké. Okay. Can you tell us a little bit more about the trade between the African countries? Is there a lot of trade? And do you see a lot of countries that... have preferable countries that they deal with, for example. Do you see that? So, as I mentioned, intra-Africa trade is sitting at about 15%. It's very, very low compared to what the trade figures is in Europe, which tells me there's a huge opportunity for African countries to start trading with each other. But trading in Africa can be difficult because most countries have their own specific requirements when it comes to import and export. You know, there's a lack of well-packaged trade information for various countries in Africa. So if you're sending a parcel to Rwanda or to Egypt, it means that there's a different set of requirements. So it becomes a lot more difficult to work in Africa. And then obviously we've got problems around currency fluctuations. And then there's a lot of documentation that's needed, as well as high freight charges. So what we're going to see in the near future with the African Free Trade Agreement is we're going to see that it's going to be a game changer. Standards are going to be adopted. And when standards are adopted, it means that the flow of goods are going to be much more easier, are going to flow very freely. And so you won't have to have 54, when you're dealing in Africa with 54 countries, there won't be 54 regulations that you need to abide to. There'll be one. So it's exciting times for Africa. Yeah, clear answer. Thank you very much. And when you look at the Dutch producers or companies that want to sell their products in Kenya or in South Africa, how do they see the Dutch? That's a very interesting question. As I mentioned, you know, the Dutch generally have a very, very good reputation in Africa in general. But with regards to Dutch products and services, the perception in the market is that Dutch products are great, but they are expensive. However, when we did our interview, we asked people, did you reach out to a Dutch company for quotation for products? And the answer in most cases was no. So it's quite interesting that they were saying it was expensive, but they didn't do the research. Then we asked them, where do you get most of your products and services from? And they said China. I mean, China came up tops, as well as some other Asian countries. But what we also realize is there's also not a lot of marketing from Dutch companies in Kenya and South Africa. They're not actively selling themselves. So that's an area of improvement that Dutch-based companies can look at. With regards to businesses in Africa, they definitely have funds. They definitely procure products and services. But they definitely want to know that there's a proper aftermarket service in place.
And that's one of the problems they have when they deal with Chinese companies. They buy the products, it's cheap, but the servicing part is really where the wheels fall off. So I think if Dutch companies have a strong value proposition, I don't think pricing is an issue, but if they want to stand out, they must have a proper aftermarket supply chain as well. I hope I answered you. It's a very good answer and very clear answer, I think. I think there are opportunities as well for the Chinese as for the Dutch companies. So hopefully we will be first then, I think. Thank you very much, Byron. Wij gaan nu een technisch hoofdstandje denk ik proberen, want we gaan hebben telefonisch contact met Bernard Likalimba, van landbouwadviseur bij de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. En wij gaan vanuit Nederland gaan wij zijn slides bedienen, dus wij gaan nu over naar Bernard. Bernard, can you hear me? Yes, I can hear you. The sound is not very audible, but I can hear you very well. Very much. Thank you very much. Well, the floor is yours, so please start. Okay. So first of all, let me just apologize for the technical problems that we have, but this is a part of the game of our time. So I think I'll just start my presentation right away. Can everyone hear me? Yes, they can. Yes, we can hear you properly. You can hear me properly? Yes. Go ahead. Okay, that's okay. That's good. So anyway, my presentation is just to give you a... Hij valt weg. Dit is helaas natuurlijk het nadeel van telefonisch contact. Helaas geen contact met Bernard op dit moment. One more time. Okay, we gaan weer over naar Bernard. Bernard, de floor is yours again. Yep. Can I continue? Yes. Okay. Yeah, so let's go to the first slide on the overview of the agri-food sector in South Africa. Just as you can see, just to give you a general picture, those are the figures that maybe that gives you a general profile of the agri-food sector. And 1.5% of the total national budget, or sometimes up to 2%, is what is allocated for the agricultural sector. And of course, you can see the biggest sector there is livestock. And currently, the numbers in terms of the commercial farmers is up to 40,000. But in addition to that, also there are about 2 million small scale farmers in the country, so altogether farmers are just beyond, you know, that 40,000 that you see there. If we go to the next slide, which talks about the constraints and the resilience. Are we there on that slide now? Yep. Okay, so if we look at the slide, we can see that the reality of the sector in South Africa, what you find that it is quite a very strong sector, but at the same time there are challenges, and I think this is in line with what is happening all over the world. For one thing, the challenges have been there even before COVID-19, and most of the challenges had to do with the climate change, but also COVID-19 came with some of the challenges that were faced. But despite that, the sector has been growing quite significantly, and it has been also most of the analysts are showing that the sector is one of the most resilient sector in the country among all the major sectors. Just go to the next slide that is showing the graph. Yes. Okay, so that slide showing the graph on the exports, you can see it gives you a good picture of what the growth looks like from 2001. But you can see also 2015 and 2016, there was, the production went down a little bit. And that is mainly because of the climate change issues. During those years, we had big droughts in the country. So
trade area that apart from the fact that it is a very resilient sector, there are also sometimes challenges that have to do with climate change. If we go to the next slide about export by region, you look at that slide and it's good to know that maybe one of the things that most of the observers say is that South Africa is an entry point to the rest of Africa, and also that concerns as well the exports. So you can see that most of the exports are going to Africa, and this is followed by the EU and Asia, and then at the bottom we have Americas. So that's where most of the exports are going. And of course, maybe there are some figures that that will talk about other regions, but if you can look at the profile, that's how it looks like. Going to the next slide, which is titled Government Engagement. I think it's good to know that there is a very strong commitment by the South African government to support the sector, and especially that is more visible in these times of COVID-19. For example, there is an economic a task team that is led by the Minister of it's called the Ministry of Agriculture, Land Reform and Rural Development. So that's a task team that is doing a lot of work trying to alleviate the sector. But also there is more inclination towards developing SMEs. So you can see the project there from the Gauteng, which is one of the provinces of the economically is the biggest province in the country. Of course, geographically is the smallest. So you see that also SMEs are being, there is a strong inclination to develop SMEs. The South African Reserve Bank, SARB, has also done a lot of work in trying to help the sector by, putting the interest rates at a lower level, to make sure that the sector is surviving, especially during these times of COVID-19. And the Department of Land Reform and Rural Development also has allocated some money. But so this explains that in general, there is an inclination by the government, in addition to what I've said earlier, the allocation of 1.5% to 2% of the total budget, there is also an inclination to support at different levels with different programs. Of course, some key challenges the next slide that is talking about the key challenges. Business South Africa, you can see on the corner there, this slide is coming from Business South Africa. It shows some of the challenges that one can talk about in the country. One of them being access to finance and the issue of land reform. Land reform is quite a very long, a very extensive issue in the country. It has to do with the distribution of land, restitution that has to do with the history of the country, and the land tenure issues, of course, in connection with the most of the land that is in the hands of the traditional leaders. We can also talk about water infrastructure. Most of the water systems here are being managed by the government structures, and there are always some issues about the efficiency and also the issues of technology, but also that puts pressure on the sector, especially when you look at the already existing issues that have to do with climate change. And the transport infrastructure, the transport infrastructure is mainly at the ports. When you talk about the inefficiencies or the infrastructure itself at the ports, so those are some of the challenges that are faced. And of course, access to new markets. Maybe one of the challenges that you can talk about access to new markets is the new entrants, those people who are just entering into the sector, as newcomers sometimes have challenges, mainly because
you know, most of the market channels have been already dominated by the big guys who are already in the system. But the government has got different programs trying to make sure that even the small scale farmers are finding opportunities, or new businesses are finding new opportunities. So those are some of the challenges. So let's go to the next slide that is talking about conclusions. And I think because this is was meant to be just a short presentation, these are some of the conclusions we can conclude, you know, which come from, you know, some of the insights that I have already shared in the previous slide. The first conclusion is that the industry is relatively stable and resilient. And of course, that has to do with the history of the industry in the country, which is very shown very much by the well-developed commercial farmers and commercial farming community that you find in the country. And of course, I have mentioned the area, South Africa is an entry point to export to other African countries. And of course, exporting in this case, we are not talking about, we are not only talking about food, but also it would have to do with the exporting technologies and knowledge. So entering into South Africa, there is also a big opportunity that companies can go to other parts of African countries, African continent, I mean. And access to finance is something that I have mentioned earlier. This is one challenge. There are different reasons why access to finance, maybe the issue of land reform also contributes to this. And of course, some of the, you know, challenges that are there have to do with the land bank. The land bank is a government entity that is doing a lot of commercial lending to the farmers or to the agribusiness, but at the same time, they're expected to do development work. So sometimes their instruments are more oriented to the commercial needs or commercial strategies, and that makes it difficult also for newcomers into the industry to get opportunities through that bank. And climate change is an obvious one, something that we know already. So these are some of the conclusions that we can take from this presentation. But if I go to the next slide, you know, which has to do with how the embassy can assist. In terms of our work within the embassy, we have two main streams of approach to our work. The first one is demand driven. So for example, if the company is interested in opening or starting a business in South Africa, then they can contact the embassy and we can provide information. Sometimes the information has to do with just economic information, sometimes market access, sometimes it's just a contact. And of course, it doesn't mean that this information is just to get it immediately. Once you give us your request, then we try to do some research. Sometimes we have information already. And so this is at the level of demand-driven requests, and we call them, in technical terms, we call them trade requests. And of course, we try to go into some proactive actions, and one of them being trade missions. At least once a year, there is a trade mission that comes maybe from the Netherlands. Sometimes such trade missions involve the company, that's the companies that are already based in South Africa. And we maybe the trade mission goes together with maybe a conference. We put together a stand branded as a Netherlands pavilion, and in that case, we provide opportunity also to companies to display their technologies and their companies there as well. And we may organize also matchmaking activities, sometimes also networking, and sometimes market studies. And market studies have to do with identifying opportunities which we can provide to our companies in the Netherlands for them to understand what opportunities are there in the country. So this is what I, you know, prepared. And considering the limited time that we have, of course, if there is more information that might be needed, we are open to, you know, you can contact us.
And I know that this presentation may not give enough information, but whenever there is a need, please do contact us and we will be able to share all kinds of information that may correspond with your needs. So yes, I'll stop there for now, and I don't know whether there is a question for now. Menno, thank you very much. We zullen de vraagjes zullen we bewaren tot als er nog vragen zijn, dan kan u die altijd stellen. We zullen ook de contactgegevens van de mensen die gepresenteerd hebben naar jullie toesturen. Dat doen we natuurlijk naast ook de marktscans die over Kenia en Zuid-Afrika die Byron gemaakt heeft, die zullen we ook met jullie delen. Ik wil Byron en Bernard, thank you very much voor de presentation. En Christy, ook hartelijk dank voor je presentatie. Het was heel duidelijk, denk ik. Ik wil nog één nabranden aan jou ook doen. Wat is nou het beste advies voor Nederlandse bedrijven die willen starten in Afrika of Kenia, voor jou in het bijzonder misschien wel? Wat is nou iets waar je zegt, nou ja, denk daar alstublieft wel aan? Dan moet je wel even je geluid aanzetten, Christy, want dan kunnen we je horen. Ja. Nou, mijn eerste reactie is gewoon doen en blijven luisteren en blijven leren. Wij hebben heel avontuur beleefd. Kijk, achteraf is het natuurlijk altijd, kan je altijd zeggen, we hadden dit of we hadden dat. Maar ik denk dat je ook veel dingen zelf moet aangaan en anticipeer erop dat je van alles tegen gaat komen. Blijf de lol erin zien. Als enige wat ik dan misschien echt wel als advies wil meegeven is, betrek de instituties. Ook al zijn dat misschien dan niet jouw klanten, ze zijn wel invloedrijk en het is belangrijk om hen mee te krijgen. En dat kan, want daarvoor zijn dan wel weer allerlei projectvormen mogelijk. Hè? Dus er zijn mogelijkheden om subsidie aan te vragen om zo'n gezamenlijk project op te zetten met bijvoorbeeld CalRO of met een universiteit van Nairobi. Dus, en daar leer je ook weer heel veel van. Hartstikke bedankt voor je antwoord. Dat is een heel mooi bruggetje naar wat ik ook nog wilde vertellen. Dit webinar is mede mogelijk gemaakt, ook dankzij RVO. Corina Abbas die heeft enorm geholpen om dit webinar mogelijk te maken. En natuurlijk kunnen de mensen ook contact opnemen met RVO, want daar is ook heel veel deskundigheid. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om mijn collega's van Kennisport te benaderen. We hebben ook een agri-invoerteam en wij helpen ook graag verder. En natuurlijk zijn er ook nog mensen bij OSNL die u ook nog verder helpen. Het is 11:58 en we zijn eigenlijk precies binnen de tijd gebleven. Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor de deelname aan dit webinar. Zoals gezegd, wij sturen u nog een mail met allerlei informatie toe. Voor nu zeg ik bedankt en thank you very much to the South African people and Kenya, goodbye. Thank you. Dankjewel. Dag.